Slapen is voor watjes. Daarom renden leerlingen en docenten van 9 tot 5 s'nachts voor het goede doel. Ondanks de harde wind ging het toch door. Ja, zeker. Het zag er even slecht uit. Er staat wel veel wind, maar het is wel droog. Dus ik denk dat de meeste deelnemers dat toch wel waarderen. Dat ze in ieder geval met knap weer kunnen gaan lopen. Windje mee heb je ook, dus dat komt wel goed. Hoe is het nou om zoiets te organiseren? Super gaaf. Ik heb een tijdje geleden een nachtrun gedaan in Alsmeer om de N201 te openen met de zwager van me. Helemaal geen zin om mee te doen. Onwijs toffe ambiance meegemaakt. Ik denk, ja, zoiets moeten we hier op school gaan doen. En toen kwamen we samen met Dick, die is nu nog even weg, op het idee om zoiets te doen, maar dan met het Martinus College. En toen hadden ze zoiets, ja, als je daar dan een leuke activiteit in de aula aan koppelt en je gaat het voor Serious Request doen, dan denk ik wel dat je gewoon iets heel groots kan gaan neerzetten. En dat gaan we vanavond proberen te doen. Vind je dit niet een beetje zonde van je tijd? Nee hoor, het is voor het goede doel, dus ik doe het graag. Het is gewoon leuk. Nou, ik ging liever skaten. Jij gaat liever skaten? Ja, veel leuker. Nou, ik vind het wel goed voor een goed doel. Wat vind je van die actie van Serious Request? Wel goed. Goed, want het is een soort, ja, het gebeurt hier niet, maar in andere landen wel. En daar kunnen ze er niks aan doen. Daar hebben ze geen geld. Ja, het is wel een hele goede doel, want het is wel erg. Ik vind het heel goed voor Serious Request en ik vind het vooral heel leuk. Het Martinus College heeft een bedrag opgehaald van 28.000 euro. Dit bedrag wordt zaterdag overhandigd in het Glazen Huis door een aantal leerlingen. We hebben gezegd dat sommige leerlingen met een hele toffe leuke actie, die selecteerden wij in soort top 2, top 3. En we hebben er een stuk of 8 hebben we er genomineerd die zeg maar aan het einde van de rit echt de 8 hoogste bedragen bij elkaar hadden. Die zijn allemaal gebeld op een paar na, dus we moeten nog een paar bellen. En dan gaan we zaterdag van 10 tot 3 gaan we daar naartoe. En daar gaan we symbolisch in een grote cheque het geld overhandigen. En via school wordt het natuurlijk gewoon overgemaakt.